Het is een aardig eentje rijden, dus vandaar dat we een dagje eerder gaan. En het is ook een belangrijke wedstrijd voor ons. Dat is het altijd, maar goed, we hebben alles overwogen en vonden dit de beste oplossing. Heeft het daar ook vooral mee te maken omdat het zo'n belangrijke wedstrijd is tegen een directe concurrent? Nou, niet alleen dat. Ik zeg, het is ook de afstand. Hè. Dus wat dat betreft hebben we de dingen, de positieve kanten en de negatieve kanten bekeken. En we hebben ervoor gekozen om een dag eerder weg te gaan. Nou moet je denk ik zo meteen zo ongeveer 2,5 uur in de bus zitten. En de generatie van nu is allemaal oortjes in, muziek luisteren. Hoe zit jij in de bus? Is dat potje kaarten spelen met wat spelers of wat doe je? Nou, ik ga niet kaarten, maar ik heb de laptop bij me. Dus ik moet nog een aantal dingen voorbereiden voor de presentatie van morgen. Dus dat ga ik zeker doen. Beeldjes kijken, PowerPoint maken. Dus ik kom mijn tijd wel door. Zijn de spelers het er ook mee eens, om het zo maar te zeggen, dat zij een dag eerder gaan? Het is toch een hele andere wedstrijdvoorbereiding dan normaal. Ja, maar goed, als je van tevoren vraagt, dan krijg je een heleboel meningen. En als je niet gaat, dan zeg je, waarom doen we het niet? Waarom gaan we uit eten, van tevoren eten? Waarom gaan we niet eten? Dus ja, dat hou je altijd in zo'n ploeg. En we hebben van bovenaf besloten dat we het gaan doen. En de spelers zijn ook bewust van het belang van de wedstrijd. Dat hebben we sowieso al een x-aantal weken, maar nu nog meer. We hebben gewonnen tegen Heracles. We hebben van tevoren ook aangegeven, we komen weer een beetje terug in de bewoonde wereld. Maar we willen meer. Nou, dan speel je tegen Emmen, wat de concurrent is op dit moment. En dan is het belang van de wedstrijd duidelijk, denk ik. Nog nieuws over het technisch acht? Nee. Wie is er nou zo moeilijk? Is NAC nou zo moeilijk of is Mitchel van der Gaag moeilijk in die gesprekken? Op die manier? Nee, dat heeft er eigenlijk niets mee van doen. Ik heb normaal gesproken altijd mijn gesprekken en dat heb ik vorige week ook al gezegd tegen je. Daar verandert er niks aan en op een gegeven moment zal er een klap op komen, maar nu nog niet. En ik denk dat ook alles in het teken moet staan voor de wedstrijd van morgen. Ja, dat is natuurlijk een belangrijke wedstrijd. Heb je enig idee hoe vaak dat NAC in Emmen heeft gewonnen? Ik heb geen idee. Eén keer. Dat is voldoende. Ja, van de 13 keer één keer winnen in Emmen is voldoende. Ik denk dat er wel een tweede bij moet komen. Nou goed, ik bedoel alleen te zeggen, als het één keer is, dan teken ik daar snel voor. Met statistieken kan ik niet zo heel veel mee. Statistieken winnen ook nooit wedstrijden. Dus het is aan ons om in ieder geval dat om te laten draaien, om te laten keren. Dus dat is wel duidelijk. Het geeft wel aan hoe moeilijk het is. Maar dat is het eigenlijk voor iedere ploeg om daar te spelen. Emma heeft een goede ploeg, een degelijke ploeg die vorig jaar gepromoveerd is. Dus die aantal maanden al samen. Nou, dat zie je ook terug. Nou, en dat is voor iedere ploeg moeilijk. En ik hoop dat wij in ieder geval de reeks die we hebben, dat we die voort kunnen zetten in een positieve zin. Waar liggen de zwaktes van Emmen? Nou, het collectief is heel sterk en dat is wel duidelijk. Maar ook zij hebben een mindere kanten. Die hebben we ook besproken met de ploeg. Daar hebben we in ieder geval ook dingen aangegeven. Is dat bijvoorbeeld die doelman? Want die wordt vooral ook in de media wordt die vaak benoemd. Die maakt nog wel eens een blundertje, die is nog jong. Wijs jij je spelers daar ook op? Nou, we laten beelden zien, maar goed, ik denk dat de keeper van Emmen niet het probleem is van Emmen. Die keept een prima seizoen, ook gezien zijn leeftijd voor de eerste keer in de Eredivisie, dat is prima. En als je daarop gaat te focussen alleen, en ook de pers zeg maar, ja, dan is dat niet echt aan de orde voor mij. Ik vind dat is een collectief, een hecht collectief. We hebben 2 punten meer op dit moment dan dat wij hebben. Dus dat is duidelijk dat ze het op dit moment beter doen dan wij doen. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En voor een keeper, als je kijkt naar de Eredivisie, zijn genoeg keepers die foutjes maken. Dus die jongen die keept gewoon een prima seizoen. Hetzelfde liedje als vorige week, hè? Alleen nou is er een wedstrijd bijgekomen. 3 wedstrijden op rij ongeslagen. Waar gaat het heen? Nou, het gaat in ieder geval naar Emmen. En wat ik net al aangaf, dat we de reeks proberen voor te zetten. En dat merk je deze week ook wel in de groep terug. Van tevoren een beetje bang voor in ieder geval dat men wat minder serieus is. Of denkt van, nou, prima, we hebben een keer gewonnen. Dat heb ik absoluut niet teruggezien deze week. Serieus, wel wat makkelijker werken als je gewonnen hebt. Dus dat mogen duidelijk zijn. Maar ik vind wel de manier waarop we de laatste weken aan het trainen zijn. Dus de verschillen in goed en slecht, dat is veel kleiner geworden. De intensiteit is goed. En, dus dat heb ik deze week ook teruggezien. En,
de spelers weten wat voor belangen de wedstrijd heeft. De groep is klein, maar dat merk je, dat groeit dan wel naar elkaar toe. Ja, en dan wordt dat collectief ook steeds sterker.